Ik ga de nacht doorbrengen op een van de meest beveiligde plekken van over de hele wereld. Om eenmaal daar te spreken met hoge overheidsfunctionarissen. Met als doel het leren begrijpen van het eiland Taiwan. Dat door maar een handjevol landen wordt erkend als staat. Zelfs door Nederland niet. Waar ligt dit eiland dan? Nou goed, als je hier Nederland hebt en dan ga je helemaal naar het oosten, eigenlijk naar de andere kant van de wereld, dan heb je onder China en boven de Filipijnen het eiland Taiwan. Even terug in de tijd. In september 2009, dat is alweer 4 jaar geleden, kwam ik vast te zitten in de Amerikaanse gevangenis. Ik werd geholpen door een van de politici in Nederland genaamd Martijn van Helvert. Hij heeft mij achter de schermen met een aantal zaken geholpen en als dank daarvoor hulp ik hem met zijn social media. En op een bepaalde dag kwamen wij weer in contact. En hij kwam toen met de vraag of ik wilde lunchen met de representatives van Taipei Office in de Netherlands. Nou, ik een leuke lunch met ze gehad hebben en toen kwamen we erachter dat de normen en waarden in Taiwan best wel op een lijn liggen met die in Nederland. Maar een van de zaken die belangrijk is, Taiwan mag meer op de kaart worden gezet als een toeristische trekpleister. En dan ben je bij mij aan het goede adres. Want ik vind namelijk, ongeacht de overheid of wat voor moeilijke zaken je ook allemaal hebt, dat ieder mens het waardig is om mee in gesprek te gaan, ieder stukje natuur het waardig is om in te lopen en ieder stuk grond de moeite is om te bezoeken. Zo werd ik in de zomer van 2022 redelijk geëmotioneerd door een bepaalde column in het NRC van een zogenaamde Midden-Oosten-expert die pleitte dat het walgelijk zou zijn om naar Syrië te reizen. Want we zijn het niet eens met het regime. Oftewel, je moet dat hele volk wat daar leeft maar negeren, omdat wij het niet eens zijn met het regime. Nou, in mijn mening totaal bizar natuurlijk. Dus vertrok ik juist naar Syrië. Om te ontdekken hoe dat land eruit ziet. En hoe dat volk is en hoe de natuur is. Uiteindelijk werd het een van mijn mooiste reizen. Conclusie, het is overal het waard om naartoe te gaan. Dus toen de Taiwanese mij vroegen om naar Taiwan te komen en een video te maken over hun land. Nou, toen antwoordde ik ja, dat wil ik doen. Maar wel op mijn voorwaarden. Ik moet totaal vrij worden gelaten met wat ik film, wat ik zie en wat ik uiteindelijk ook laat zien. Daar schudden we de hand op. En met dat gedachtegoed stapte ik in het vliegtuig en reis ik naar Taiwan. Reisde ik naar Taiwan. Let's go. Nou, top. We zitten. We hebben lekker gereserveerde plekken gekregen. Beenruimte. Het is op dit moment 11 uur in de ochtend en we gaan 13 uur lang vliegen. Dat betekent dat we in Nederlandse tijd 12 uur 's avonds eigenlijk aankomen. Maar dan is het 6 uur in de ochtend in Taiwan en dan begint daar eigenlijk de dag. Dus qua slaapritme wordt het even een beetje pittig en lastig. Zeker omdat we morgen gelijk een heel belangrijke afspraak hebben, namelijk een afspraak met de president. In deze video neem ik jou mee in mijn ontdekkingstocht van 2 weken lang. In Chinese? Better in maybe English. Ik probeer alle lagen van de maatschappij te onderzoeken. Ik spreek met het lokale volk op de marktjes. Ik proef lokaal eten, zoals bijvoorbeeld vissenoog. Ik verdiep mezelf in de cultuur en de tradities. Wow. En laat een voorspelling doen hoe mijn leven er in de toekomst uit gaat zien. En dat alles verwerk ik in deze ene video. Dus ga er goed voor zitten. Je gaat totaal verrast worden. En uiteraard laat ik ook de politieke en militaire spanning niet achterwege. Hoe gaan jongeren met mijn leeftijd om met de dreigende spanning? Lekker eten. Daarnaast heb ik ook contact met verschillende mensen in Taiwan. En op dit moment stuurt ook iemand mij een mailtje met: at this moment our typhoon is approaching and we are busy with disaster prevention and response. Dus ze hebben het hier echt op preventie van echt een ramp die eventueel gaat aankomen door die tyfoon. Ja, terwijl wij dus in het vliegtuig zitten, is er op dit moment een tyfoon onderweg naar Taiwan. En dat is niet totaal toeval. Het gebeurt vaker in deze regio van de wereld dat mensen last hebben van tyfoons of bijvoorbeeld aardbevingen. In dit geval betekent het een dag vrij voor bijna heel Taiwan. De airport stukken. We zijn op zoek naar een snelle trein die ons naar Taipei, de hoofdstad, gaat brengen. Met China Airlines, dank trouwens voor de vliegticket, vlogen we naar Taoyuan. De stad ten zuidwesten van Taipei. Vanaf hier nemen we een trein richting de hoofdstad. De laatste roltrap. Zo, het eerste moment buiten Taiwan. Eens kijken. Hoge gebouwen. Maar dit is het eerste stukje Taipei. Mijn eerste indruk, hoge gebouwen, alles picobello schoon op straat en het is een soort van kermis. En daarmee bedoel ik overal grijpautomaten van die spellen die je kan doen. En dan kun je knuffels winnen, maar ook bijvoorbeeld tissues.
Volgens mij maakt het ze niet uit wat erin zit, als ze maar een spelletje kunnen spelen. Even 4 uurtje slapen. Slapen, tanden poetsen en door. Nice to meet you. Hello, Robert. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. So there's a typhoon? Yes, today. Uh-huh. So we have a typhoon vacation today, except Taipei. Yes! Dat zijn wij. Enorme jetlag, maar goed, even toch die 4 uur bijgepakt. Maar het is nog steeds allemaal heel raar. I think in southern Taiwan right now, like the wind is really strong that can blow you out. Oh, wow. Yeah, exactly. Okay. That's why they have vacation today. We beginnen hier met een security check. Voordat we naar binnen mogen, worden we helemaal bekeken. Mocht je dit kanaal nou supporten, doe een duimpje omhoog, zodat we met z'n allen het doel van de 5000 likes halen. Zo, nou, we gaan hier als allereerste door de beveiliging heen. Ik had zelf een zakmes mee, dus die heb ik gelijk even aangegeven. Want dan mag je natuurlijk niet meer naar binnen nemen eigenlijk. Thank you. Oké, bye bye. Wel echt allemaal heel officieel. We zijn nu in ieder geval gecheckt en lopen via het buitentrein naar de achterkant hier. Nou, de agenten lopen allemaal met ons mee. Nou, het gebeurt ook niet altijd dat de politie je meehelpt met het tillen van je bagage. Ze zijn met allemaal apparaatjes langs de wanden aan het gaan. Alles werd strak in de gaten gehouden. Logisch ook. Zelfs onze volledige kamer wordt dus nog gescreend voordat we naar binnen gaan. Want we zijn op dit moment bij de Presidential Office. Oftewel het hoofdkwartier van Taiwan. 10 p.m. to 5 a.m. No, get out. Ja, en nu klinkt het allemaal heel spannend, maar het personeel wat ons begeleidde was super aardig. Naast de pen kregen we ook nog eens een handdoek met onze namen erop. Oh, wow. Yes. Oh, thank you. Yes. Oh, that's great. Yes. Zo, wat leuk. Vervolgens mochten we rusten. Yeah. So, is that possible? You can take a rest for 5 minutes and we can go to the inside of presidential office and meet the director of presidential office building. Yeah, that sounds great. 5 minutes. Yeah. Okay. 5 minutes and we stand outside. Yeah, okay. Kijk, dat heb ik nog niet eens gezien, maar moet je zien, hier staat ook gewoon mijn eigen foto met naam op. En de planning ging verder. We hebben nu namelijk een bijzondere ontmoeting. Dit is namelijk de directeur van het hoofdkwartier. Ongelooflijk, hè? Hmm. Allemaal beveiligers, militairen, maar ook politieagenten, bewapend. Overal staan ze keurig. En wij worden hier opgewacht. Hallo. Welcome. And welcome to the president's office. 100 years ago till now, this building is always the head of the Taiwan. Government. Yeah. I heard that you just arrived this morning. Yeah, we arrived at 6 in the morning. six had a sleep in a hotel. Yeah, sure. I know. A few hours of sleep. Because 5 years ago, I was the ambassador, Taiwan's ambassador to the St. Kitts and Nevis at the Caribbean. Uh-huh. So when I fly back, wow, it's early morning. It's, yeah, then it's actually it's very, very tired. Still waking up. Yeah. Het geluid van gevechtsvliegtuigen. Meerdere keren gedurende deze 2 weken hoorde ik het. Soms zelfs als wekker. We worden verteld dat hier dus iedere dag vliegtuigen boven Taiwan vliegen. Almost every day. Day and night. Day and night, yeah. All the threats from China has never stopped. I stay at my home and around the sunset tonight, always the aircraft. De afgelopen decennia, maar zeker afgelopen jaar, zie ik steeds meer berichtgeving in het nieuws over potentiële militaire dreiging vanuit China richting Taiwan. Een gevoelig en complex onderwerp waar ik me dan ook zeker weten buiten hou. Maar wat me wel aangaat is hoe dit de burger beïnvloedt. Zowel de ouderen als de jongeren. How does that feel? No feel. We just do our everything. We have to do and we do. More than 20 years ago, when we held the first time election, and the mainland China, they held our missile drill. We zijn op dit moment in een gebouw midden in de stad van Taipei. En hier op de derde verdieping is de Kuma Academy. We zijn binnen. Achter mij allemaal leerlingen, Taiwanese leerlingen, die hier de Kuma Academy volgen.
Ze leren hier militaire vaardigheden, zowel theoretisch als praktisch. Maar op dit moment is er een klas bezig over misinformatie vanuit China. Volgens de Kuma Academy is er op dit moment een dreiging vanuit China. En zij leiden dus hier allemaal jongeren vanuit Taiwan op om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. En daarnaast op dit moment krijgen ze ook les over allemaal raket- en wapensystemen die de vijand, als zowel hun eigen land, kan gebruiken. Je moet het zien als een soort basis militaire vaardigheden die je als burger kan gebruiken, stel de oorlog breekt uit. Het is natuurlijk best wel bangmakend dat er echt een oorlog op komst is door al deze beelden op je netvlies te krijgen, zonder dat er ook daadwerkelijk eigenlijk echt nog een oorlog gaande is. Aan de ene kant is het natuurlijk heel erg goed, hè, dat je maar gewoon voorbereid kan zijn om jezelf in veiligheid te kunnen zetten mocht er wat gebeuren. Maar aan de andere kant geeft het misschien ook wel een soort angst in de maatschappij. Hè? Hierdoor gaat het natuurlijk ook leven door dit soort klassen. Om daar meer over te weten, spreek ik één van de leerlingen. So, what is the reason you're participating in these classes? Well, I do really want to know about the rumors in Taiwan, like if China attacked or invaded to Taiwan, what's our reaction? Yeah, you were telling about a rumor. Is it a subject that you're, speaking about often with friends? Maybe my parents or my friend, they will say, if they attack us, we have nothing to do. We just surrender or something like that. But the truth is not that like that. So two of the lessons I learned about, it's not so easy to attack Taiwan. Were you afraid before you entered these classes? Afraid? Yeah, afraid of the potential danger. Well, I do not know so many about army or weapons. What are the things that you learned today that you could use? How to do the medical help, where we can go, security place, where we can find water or help. Het lijkt onder jongeren best te spelen in de samenleving. De oudere generatie daarentegen is er wat minder mee bezig. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you. Okay. Ondertussen genoten we van het prachtige gebouw. Wat een zaal, hè? Al het goud ook hier, kroonluchters. Leerden we nieuwe mensen kennen en zeiden we de directeur gedag. Taiwan is a democratic society. Maybe when you stay here, you will hear that sometimes the people will say they oppose, protest to the government. That's a freedom. Right? Yeah. Nobody will be happy for everything. Just like Holland. Yeah, I know. Yeah. In Dutch, your government, the Belgian, the same, right? Yeah. We spraken over maatschappelijke onderwerpen. En zo leerde ik ook dat Taiwan de allereerste is in Azië die het homohuwelijk erkent. Normen, waarden en vrijheden, zoals wij die ook kennen. We zeiden hem gedag en gingen verder. Want rustig aan me niet. Op dit moment loopt er namelijk een militaire parade naar de voorkant van het presidentiële gebouw. Daar gaan ze zoals standaard het nationale lied zingen. Ze gaan zo meteen het National Anthem spelen. En er komt opeens politie achter ons staan, daar zo. Alles wordt hier beveiligd. Plus daarnaast gaan zo meteen alle stoplichten op rood, zodat het verkeer ook moet gaan stilstaan. En dan gaan ze die twee liederen zingen en dan hebben ze dat weer gedaan. Dan kunnen wij aan onze koffie. Een bijzondere setting. Iets wat ik van Nederland bijvoorbeeld weer helemaal niet gewend ben. Ja, misschien met Koningsdag, als het dan al gebeurt. Dodenherdenking, met een voetbalwedstrijd, maar iedere dag voor het torentje van Den Haag. Nee, dat zijn we niet gewend. En dat vind ik nou altijd zo interessant aan het reizen naar andere delen van de wereld. Ik durf bijna niet te praten, maar iedereen is helemaal stil. Het verkeer is stilgelegd. En het National Anthem wordt nu gespeeld. Zeker hier in Taiwan is dit een heel belangrijk moment iedere dag. Dat dit National Anthem wordt gespeeld en dat de vlag wordt gehezen. Omdat ze daarmee ook duidelijk maken dat ze dus ook onafhankelijk zijn. Wat misschien wel het belangrijkste is in een land, is het eten. En zoals ik al zei, ga ik uiteraard het lokale eten proeven. Maar voordat we grenzen gaan verleggen, wil ik echt goed gaan eten. En ik ben een avonturenkanaal. Geen eetkanaal, dat begrijp ik. Maar bijzonder aan Taiwan, het aantal betaalbare Michelin-restaurants.
Zo heb je de Bib Gourmand, een bepaalde klassificatie vanuit Michelin om de juiste prijskwaliteit. Nou, als een echte Nederlander klinkt dat natuurlijk geweldig. Maar vanavond is zelfs die portemonnee niet nodig. We zijn namelijk uitgenodigd in een 3-sterren Michelin restaurant. Eens kijken, dit is een volledig theemenu. This is welcome drink. This is vinegar. It's a little bit sour, so it's like opening your appetizing. Oh, baked lobster, dat is gebakken kreeft, yeah. Het knoflook. Het knof. Hoe heb jij geleerd eten van stukjes? This is gold. Yes. Zo, nou, eetbaar goud op een stukje prachtig varken. De rest van de avond genoten we van alle 9 gangen die we kregen. Ik heb oprecht nog nooit zo lekker gegeten. Maar überhaupt, gedurende de 2 weken aten we op veel verschillende plekken echt heel erg goed. Een stukje milkfish. De ijskoman komt. Zo. Beetje ja, lekker, zo'n frikandel. Ja, lekker kipcorn. Ja, bijna een kipcorn inderdaad. Ja. Taiwan gaat volgens bepaalde theorieën al vanaf 30.000 jaar volgens onze tijdrekening. Er leefden inheemse volken. Vervolgens in de 15e eeuw, wegens een hongersnood op het vasteland van China, kwamen er immigranten naar het eiland. De oorspronkelijke bevolking van het eiland moest plaatsruimen en het eiland valt uiteen in 2 groepen. De Portugezen kwamen even langs, noemden de plek Ilha Formosa, oftewel prachtig eiland. Maar bezetten het eiland echter niet. Dit deden de Nederlanders wel. Met de VOC kwamen ze in de 17e eeuw, om precies te zijn in 1622. Daar zette de VOC een handelspost, tot de Chinezen 40 jaar later in 1662 de Nederlanders verdreven. Later in 1895, tot het einde van de Tweede Wereldoorlog, heersten de Japanners. Vervolgens weer de Chinezen, totdat de nationalistische beweging Taiwan overnam. In het jaar 1996, 27 jaar geleden nog maar, kwam de eerste volledig vrije verkiezing. Oftewel, een democratie. Ik lig in bed en ik realiseer me in één keer pas echt wat voor een unieke ervaring dit is. Normaal gesproken wordt deze kamer gebruikt door gasten van de president. Dat zijn staatshoofden, dat zijn diplomaten. Dat zijn mensen met in ieder geval een bepaalde hoge functie binnen de wereldpolitiek die hier mogen overnachten. En nu zijn het gewoon Bob en Govert uit Nederland die hier in één keer slapen. Het is eigenlijk bijna alsof je langs de Tweede Kamer, langs zeg maar waar Mark Rutte al zijn dingen doet, gewoon de torentje zeg maar. Ja, de toren in Den Haag. Natuurlijk helemaal de andere kant van de wereld. Maar ik ben vooral heel erg moe. Dus we gaan liggen. We zijn geslapen. Welterust. De volgende ochtend is de hoofdstad alweer in vol leven. Ook de beveiliging is volledig tiptop in orde. En we worden uitgenodigd om opnieuw het nationale lied te aanschouwen. En het grappige is, je ziet overal de militaire politie staan die exact daar gisteren ook stond. Het zijn ook echt dezelfde gezichten, we herkennen ze weer. Die zullen vast misschien op een gegeven moment gaan rouleren, maar ze staan er nog steeds, zoals gisteren ook. Good morning. We zien ook dat er overal pers is verzameld die net als ons dit gaan vastleggen wat hier vandaag gebeurt. Alleen het is wel bijzonder, want voor ons is dit natuurlijk de eerste keer dat we dit zien. En we gaan vandaag ook weer door. Maar die pers is hier iedere dag. En dit gebeurt ook iedere dag. Dit gebeurt zelfs 2 keer per dag. Zo. So, no here? There? Oh, oké. Okay. Oké, okay, we moeten iets opschuiven. Zoals jullie zien, daarboven op dit moment wordt de vlag van Taiwan dus omhoog gehezen tijdens het volkslied. En opnieuw het nummer. Het feit dat ze het nu 2 keer per dag doen heeft ook te maken dat we dicht op de National Day zitten. Die is namelijk over een paar dagen. Vieren, dat kunnen ze hier wel. We gaan ontbijten. Van de mooie momenten van de dag, het ontbijt. Tussen alle agenten in van het gebouw hebben we hier een ontbijtje. Morning. Een soort achtbaan waar we in zitten, want we gaan de hele tijd maar door, hè? Nadat we gegeten hebben, reizen we door. Richting Tainan, de andere kant van het eiland. We komen de avond aan, gaan naar een mooi hotel. Nou, dit is het hotel waar we overnachten. Gigantisch luxe. We gaan inchecken. Kijk, op zeké. Oh, lekker. Ja, hier kunnen we wel lekker gaan slapen. Kijk eens, hier kun je dus gewoon nog een pillow menu hebben hier. Dus je kunt kiezen welke kussen je wil. We zitten op dit moment ook in het gebied van de tyfoon, maar ook in het gebied van een bruiloft. Kijk, wauw. Daar komt ze. It's your sister. Ah, oké. Okay. Congratulations, congratulations. Yeah. How do you feel? Yeah. Very happy. Yeah. Nou, en vervolgens is het traditie dan dat de broer van de bruid meegaat
naar het huis van de bruidegom, naar de man, die woont in dit geval nog bij zijn ouders, om te checken of het dan de juiste plek is om te gaan wonen. En als het goed is, dan geeft hij de goedkeuring en dan mag de bruid bij de bruidegom gaan wonen. Net als dat er een bamboeblad wordt gehouden boven het hoofd van de bruid, om ervoor te zorgen dat ze wordt beschermd voor duistere krachten. We zijn op een lokale markt en hier wordt allemaal vers eten, vis, vlees, groentes, allemaal verhandeld. Hier zien we allemaal al mooie stukken groente liggen. En voor generaties gaan mensen hier al heen voor hun dagelijkse boodschappen. Alleen op maandag niet, want dan is het de rustdag van de markt. En dit is altijd een van de interessantste dingen om te doen, om over een markt te lopen. Want op een markt, dan pas zie je eigenlijk echt hoe het lokale leven eraan toe gaat. Het alledaagse leven van de burgers, het normale volk, hoe ze hun boodschappen doen. Zo, ze hebben hier dus stukken haai liggen. Dat is voor mij natuurlijk helemaal nieuw. Hier het hart van het varken en hier zo ook de tong van het varken. Dat verkopen ze hier allemaal. Oh, ze hebben hier dus een maag liggen gevuld met rijst. Hallo, dit is de pork. De pork, ja. Graag kom ik ook te weten wat jij als kijker op dit moment als indruk hebt van Taiwan. En hoe het eventueel veranderd is door het bekijken van deze video. Laat het achter in de comments. Ik lees alles en reageer op de meeste. Verse vissen die op dit moment dood aan het gaan zijn, die eigenlijk aan het snakken naar adem zijn. Voor ons heel vreemd om ook te zien. Hier is dat normaal. Hier is dat een teken van kwaliteit, want dan heb je zo'n vers mogelijke vis. Je hebt namelijk, ja, verser dan dit kan niet. Maar goed, voor ons is dit natuurlijk wel even een soort, ja, bijzonder gegeven om te zien. Wij kopen onze vis in een plasticje. Deze vrouw heeft gewoon één product. Die verkoopt rijst. Dat is het. En zoals ik er zo zie, is ze er hartstikke tevreden mee. Nou, ik ben gestoken door iets in mijn nek. Maar ze helpt me gelijk met wat vaseline erop te smeren. Zo, het deed pijn. Hallo! Wat is dit? Fish and shrimp rock. Fish with shrimp? Shrimp rock. Shrimp rock? Ja. Oké, shrimp rock fish. Wow! Ja. Goed! Ja! Oké. Hey. Nou, we blijven maar eten krijgen, joh. You're beautiful. Peace. Thank you. Ah, chicken. Yes. The chicken. No, fish. Fish? Yes. You're gonna subscribe. I want to follow your channel. Ah, okay. Signing a tweet back. Arigato. 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 Thank you very much. Thank you very much. Oh, boy. Gebeurt er allemaal hier. Ik wou hela. Pala. 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 Ja. We hebben some local fruit. We maakten toch wat mee, zeg. Een enorme vrolijkheid overal op de markt. 86. Wauw, dus deze man is 86 jaar en hij heeft al 68 jaar deze winkel. Ongelooflijk, die man was 86 jaar oud, maar die zag er springlevend uit. Wat maken we nou weer mee? Moet je eens even kijken. Wauw, een soort carnaval. Ja, en waar we nu toch in belanden. Mooi, yo. Ik denk als je prikkelgevoelig bent, moet je hier niet naartoe. Er gebeurt ongelooflijk veel. Er wordt vuurwerk afgestoken, er zijn dansende mensen. Maar ik had het niet willen missen. Wat een ervaring. Wauw. Dat doen ze dus om hallo te zeggen tegen de god in de tempel. En daarmee een soort verering te brengen. Overal om ons heen dansende mensen, vuurwerk. Kleuren. Totale chaos, maar ja. Het is wel een georganiseerde leuke chaos. Ja, en je ziet ook dat er iedere keer andere clubjes zijn die binnenkomen. Hè? En nu zijn we aan de beurt, want zij zijn net klaar. En nu komt er weer een nieuw clubje aan en die gaat weer met een andere god eigenlijk hallo zeggen. Different gods or the same? Different gods. Ja, volgens mij loop ik hier flink, maar dan ook flink in de weg. Het gaat helemaal mis, we staan flink in de weg. Volgens mij is dat denk ik best zwaar. Dus we moeten naar links, naar rechts, naar voren, naar achter. En ze wijken niet uit, want dat ding moet doorgaan. Oei, 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 daar komen ze weer. Dat ging weer bijna mis. Ze slaan elkaar hier gewoon bijna de pan uit op dit plein. Maar het gaat allemaal net goed. Ze zijn er volledig in getraind. Goed op elkaar ingespeeld. Maar het is heel bijzonder om te zien, want ze slaan echt met harde zwaarden tegen elkaar aan. Nou, en dit is nou precies de reden waarom je een keer naar Taiwan moet gaan. Een cultuur totaal verschillend aan die van ons.
Tenminste, ik zie mezelf niet zo snel op een Nederlands plein als deze jongen tekeer gaan. Maar alle lof en respect, want je moet het maar durven. What are we doing today? We zijn like in here. How many times do you have like a day like this? Not sure. Hello. Okay, nice to meet you. Thank you. Totaal onder de indruk besloot ik dat ik meer wilde weten over dit soort tradities. Want in Taiwan is daar nog ontzettend veel over te ontdekken. Want binnen de twee grootste stromingen, namelijk het boeddhisme en het taoïsme, heb je voor elk alledaags probleem in het leven bijna wel een losse god. En daar kun je naartoe om te bidden. Hier zijn twee dames en die bidden dus dat ze binnenkort worden gevraagd ten huwelijk. En binnen zijn allemaal kaartjes en daar schrijven ze dan hun wens op. En normaal gesproken in andere geloven aanbid je één god en daar spreek je al je wensen uit en spreek je zondes ook uit. Maar hier binnen het boeddhisme heb je dus voor ieder apart gedeelte binnen het leven weer een andere god. Zo hebben we net die God of Exams gezien. Daar ga je heen als je een goed cijfer wil halen voor je toets als student zijnde. Dus zo kun je voor ieder onderdeel in je leven weer naar een gedeelte in een tempel toe. The Taoist, Buddhist and the Confucianism. You can combine. You can combine. Yeah, yeah. That's easy. Easy, yeah. I want to have this video that a good result. I make like a somebody I pray for the God of the video or for the video. Yes, we do. Xin Xin? No. Cheers. In Taiwanese, cheers. Tamping. Tamping. Heel lekker, een fruitkoffie. It's only in Taiwan. Only Taiwan. Ik heb een afspraak met een ranger van het grootste lagoon van Taiwan. Bob. Over en Bob. Ja, oké. A mess. Hij is een professor. So I'm a biologist. Beschermt het gebied. Needing my colleague and the policeman to patrolling. Illegal fishing and illegal dumping and the garbage. En weet alles van vis. Just yesterday. En zet zich volledig in om dit stukje natuur goed te behouden. Small fish and small shrimp, let them go. Then they have a sustainable use of this lagoon. The human disaster, they try to kill each other. However, this is a paradise of the bird and the wildlife. Nobody dare to come into this zone, DMZ. Yeah. So, you know, the good breeding place for the endangered species, okay? Very ironically. Samen met de ranger gaan we een hapje lokaal eten. It's time for the visoog. Oh yeah, this is the milkfish head. Later on I will try this. Will you try this milkfish? Very delicious. So you eat the head? Yeah, sure. We eat everything from the bone, from the meat, the head, the muscle. Ja, ik kijk mijn ogen uit. Ik weet niet wat ik hier allemaal zie. Het is... Aye. Maar ik zit wel echt even te twijfelen of ik dat hoofd ga opeten. Menu. We hebben hier zo de huid van de vis. Van alles in hier. What is this? Fish ball. Milk fish ball. Ball? Fish dumpling. Fish ball. Like ball? Yeah. No, but the meat. Er werd maar bij besteld. Eén ding wat me opvalt, de Taiwanese die kunnen ontzettend veel eten. Milkfish with eye. Maar ze deelden ook alles. Ik heb op dit moment het oog van de milkfish in tussen mijn stokjes. Ja. Oké. Another side. Wow. Oké, dus de zijkant van het hoofd. Dit is eigenlijk bij het oog. With a Jerry. Full of Jerry's. Yeah. Yeah. How about? In mijn hoofd is een heel raar gevoel, want je eet gewoon een zijkant van een hoofd op. From Batavia. From VOC. Oké, nou, we worden ergens naar binnen gevraagd in een orkestruimte. Twee keer per week oefenen ze hier en hier spelen ze met de groep. Hallo. Hi. Nio. Thank you.
verrassing luisterden we naar het concert. En er ging maar één ding door mijn hoofd. Dit wil ik ook proberen. Het ging zo goed dat Bob en ik hebben besloten om ons aan te melden. Voortaan zijn wij iedere maandagavond aanwezig. En dan nu, iets belangrijks in de Taiwanese cultuur. De voorspellers. Burgers gaan hier voor allemaal verschillende zaken in hun leven naartoe. Je gaat hierheen als je wil gaan verhuizen. Je gaat hierheen als je iets belangrijks gaat doen in het leven. En dan gaat deze vrouw vertellen op welke dag jij dat gaat doen. Wanneer jij het meest geluk gaat hebben daarvoor. Maar het gaat altijd om in ieder geval een stukje zekerheid te krijgen voor de toekomst. So, I've been born at the 21st. The time is 12:45. Nou, mijn geboortedatum en tijd doorgeven, daar gaan we. Oké, heel grappig. Wij dachten dat het meer een soort waarzegster was. En dat ze vanuit gevoel of vanuit een bepaalde spiritualiteit dit genoemd. Maar ze heeft dus een soort Excel-bestandje en dan voert ze gewoon deze gegevens op in. En daar komt straks iets uitrollen. Voor een heel praktisch Excel-bestand. En toen begon ze over mij te vertellen. En de obey the idea and the very good relationship with your parents. Nou, ja, gehoorzaam toch niet echt? Jij was nooit echt van het gehoorzaam. Dus zei echt obey. Gehoorzaamde niet echt, nee. Nee. Gem moedje de juwenfeng. Zang zo'n mama ha. Inwe, zeng in de ren. You have your own opinion and you are a justice man. Jouw is haar de keuze, nu haar tijd kwijt. The last 3 years. You are not so lucky. So you never be afraid of the challenge in the life or even in the work. On the job, you always control the direction and occupy the leadership. And you have very good performance in your work. She said you are very healthy. A storage full of money in your life. Yeah, so she said you are very rich. It's not suitable for you to eat the beef. Okay. Yeah, so it's better don't eat the beef. 职场就没有了，就瓦解了。 Because there is a protection to you. But if you eat the beef, then this protection will be destroyed. 所以如果碰到事情，宗教的信仰，一个没有宗教的国家，它是。 没有神，也没有上帝，不要认为我自己什么都会，我会很高傲，这样是不行的。We describe things not so directly. Oh, say, hey, you maybe can do this, do things this way. That might be better. Or my friends say you may do this, that, but actually it's his opinion, not his friends, but he. Always try not to say this is my opinion. Then we are like the big contrast. Right. That's true. Yeah. En dat grote contrast, dat is juist wat verschillende culturen zo mooi maakt. Maar ondertussen heeft de mens natuurlijk voornamelijk gelijkenissen. Heb je door deze video nou meer geleerd over Taiwan of heb je juist een vraag erover? Laat het dan hierachter weten in de comments. Ik probeer zoveel mogelijk reacties van jullie te beantwoorden. Daarnaast volgende week een video waarbij ik met het SWAT-team meedraai van Taiwan en vragen stel over allerlei verschillende moordzaken. En de video daarna ga ik door de bush heen trekken op zoek naar wilde overgebleven stammen. Abonneer je op mijn kanaal voor meer avonturen en dan zie ik jullie bij het volgende avontuur.